Petrus was er helemaal klaar mee. Hij zat er echt letterlijk doorheen. Want hij was zwaar teleurgesteld in zichzelf. Hij had Jezus verloochend. Hij had echt een mooie carrière voor zich als koninkrijksman. En alles viel in duigen toen Jezus stierf. En hij wist nou niet zeker hoe Jezus erin zat, want hij had hem nog niet gesproken. En omdat hij zo teleurgesteld was, stelde hij voor aan al zijn vrienden, weet je wat we doen? We gaan gewoon vissen. En dat is precies wat jij en ik ook doen. Als we teleurgesteld zijn, dan schieten we in onze oude patronen. Omdat we ergens hopen dat als we dat doen, dat alles misschien weer wordt zoals het was. Misschien is dat wel goed genoeg. En als hij dan aan dat meer, aan het vissen is, dan ontmoet hij die man daar die aan de oever verschijnt van zijn teleurstelling. Aan de oever van zijn oude patroon. En die zegt, hey, heb je al iets gevangen? En opnieuw is daar dan die wonderbaarlijke visvangst. En het lijkt erop alsof Jezus verschijnt in zijn teleurstelling om hem te herinneren aan de mooie dingen die ze hebben meegemaakt. Als ze dan aan land komen, dan is Jezus, heeft hij al wat vis en brood klaarstaan. Ook iets wat ze hadden meegemaakt. Die wonderbaarlijke vermenigvuldiging. En als Petrus Jezus dan ziet dat hij het zeker weet dat hij het is, dat is zo mooi. Dan rent hij in het water naar Jezus toe, terwijl de rest van niet zo heel erg ver vandaan, het laatste stukje vaarde. Het lijkt erop alsof Petrus zich uitslooft voor Jezus. Wil laten zien, Heer Jezus, ik hou echt van u hoor. En ik weet alles nog wat we samen hebben gedaan. Ik zeg wel eens gekscherend, misschien dat Petrus probeerde om nog een keer over water te wandelen. En als Jezus dan zegt, breng wat van de vers gevangen vis, dan sleept hij de hele net vol vissen achter zich aan om te laten zien, ik hou echt nog wel van u. En dan komt dat lastige gesprek. Petrus, hou je echt van mij? Zorg dan voor mijn schapen. Ik wil tegen je zeggen dat als jij teleurgesteld bent in jezelf of in je omstandigheden, dat ook Jezus wil verschijnen aan de oever van jouw teleurstelling. En hij herinneringen met je op wil halen van alle mooie dingen die jullie samen hebben meegemaakt. En uiteindelijk, na die wandeling, komt Jezus op dat punt. En zegt, Petrus, wil je alles voor mij geven? En dat is ook mijn vraag aan jou vandaag. Ben je bereid om alles aan God te geven? Na die teleurstelling en het bezoek van de Heer Jezus en de herinnering van alles wat je hebt meegemaakt, heeft Jezus opnieuw een vraag. Wil je er echt voor gaan? Hoe teleurgesteld je ook bent, ik wil tegen je zeggen vandaag, Jezus ziet het nog altijd zitten met jou. Dit was een overdenking uit het dagboek Sterker van David de Vos. Bestel hem nu in onze webshop of word donateur van Go & Tell en ontvang hem gratis.